Het European Union Baroque Orchestra onder leiding van Lars Ulrik Mortensen, Concerto Grosso Opus 3 nummer 2. Stemmen voor de Ode for the Birthday of Queen Anne. Ook muziek van Handel. European Union Baroque Orchestra en het Choir of Clare College, Cambridge, onder leiding van Lars Ulrik Mortensen. Mortensen studeerde muziekwetenschappen toen hij op een Engels boek voor virginaal aanliep. Toen besloot hij om clavecinist te worden, want het was liefde op eerste gezicht. En nu zit hij het European Union Baroque Orchestra te dirigeren van achter een orgeltje.
With gentle,
even conceal her head. Let envy then conceal her head, and blasted faction, and blasted faction, and blasted faction, hide away. And blasted faction, lie away. And blasted faction, and blasted faction, and blasted faction, lie away. And blasted faction, lie away. Hissing tongues will then secure in thee auspicious day. No more hissing tongues will then secure in thee auspicious day. Shall come, my nation shall come.
De Ode for the Birthday of Queen Anne van George Frederik Handel. U hoorde het European Union Baroque Orchestra en het Choir of Clare College uit Cambridge. Daaruit verschillende solisten. En ook een belangrijke rol voor countertenor Alex Potter. Het European Union Baroque Orchestra bestaat uit zo ongeveer 25 leden. En elk jaar wordt het hele ledenbestand vernieuwd met audities. Dus je doet daar een jaar in mee. Je reist naar 30 verschillende Europese landen. En je leert er vast een ongelofelijke veel. En dan hebben we dan ook de studenten van het Choir of Clare College uit Cambridge dus. En die staan onder leiding van Graham Ross. En die staat nu ook op het podium naast dirigent Lars Ulrik Mortensen. De Ode for the Birthday of Queen Anne. 7 maal hoor je de zin The Day That Gave Great Anna Birth. Ik vind het een beetje verwarrend, want to give birth is voor zover ik weet bevallen. Maar dit gaat om haar geboortedag. Voor haar 49ste verjaardag schreef Handel deze muziek. Ze overleed een half jaar later. Queen Anne. En de laatste zin van die twee zinnen die je dan 7 maal hoort terugkomen. The day that gave great Anna birth, who fixed a lasting peace on earth. Verwijst ook naar die vrede van Utrecht in het jaar 1713. Eigenlijk dat we een toegift zouden krijgen, Michel, maar dat zit er volgens mij niet in. Want ik zie gewoon alle leden van het European Union Baroque Orchestra doodgemodereerd van het podium komen. En ze kijken elkaar allemaal gelukzalig aan. Ze hebben volgens mij een fijne avond gehad. Wij ook. Hè? How about you? Ja. Ja.